Ja, je ziet, er ontbreekt een hele hoop. Ontbreekt, ja, zeg jij het maar. Breon, komt PSV nog goed weg vanavond met een punt bij Sparta? Ja, nou, dat denk ik wel. Ze maken zelf de gelijkmaker heel erg laat. En ik denk dat Sparta daarvoor al een paar keer had kunnen uitbreken. Ik bedoel, het middenveld van PSV was helemaal weg. Ze speelden op laatste soort 4-1-5. En als Sparta wat scherper was geweest, hadden ze gewoon 3-1 gemaakt. En dan hadden ze 3 punten gepakt. En ook de spelers van Sparta die in de afloop even voorbij zag komen in de mixzone. Die zei eigenlijk van ja, normaal is een punt tegen PSV een bonuspunt. Maar als je kijkt naar deze tweede helft, dan voelt het eigenlijk alsof we 2 punten hebben laten liggen. Ja, ik baal echt als een stekker. Naarmate deze dagen, deze week, denk ik wel dat er een ander gevoel komt. Maar op dit moment sta ik wel echt te balen. En dan sta je hier wel eigenlijk met een klote gevoel, ja. Nou, dat vertelt het verhaal wel. Wat zie jij allemaal misgaan bij PSV? Ja, wat niet. Vanaf het begin, het was verdedigend extreem broos. Ik vond dat PSV heel slordig was aan de bal. Maar vooral in de eerste helft, nadat je eigenlijk 2 wedstrijden al niet gewonnen hebt, hè, AZ en Utrecht bekend. Ja, dan verwacht je tegen Sparta, dan wil je wat recht zetten, dan wil je er vol op vliegen. Dan wil je die wedstrijd op kosten van alles winnen. Sparta won alle duels, Sparta won alle tweede ballen. Sparta was op inzet, troefde zij PSV voor een heel groot deel af. En ja, dat is de enige manier zo'n beetje waarop Sparta het kan doen. Want PSV heeft gewoon stuk voor stuk, daar mag je ervan uitgaan, betere spelers dan Sparta. Dus als je dan gewoon, ja, zo'n avond kan ik het niet doen, want ze hebben een punt gepakt. Maar als je dan zo'n ontzettend matige avond beleeft, ja, dan moet je het daarbij gaan zoeken. En dat gaven ook spelers en trainers afloop aan. En dat ben ik met ze eens. Er zijn gewoon een paar spelers van PSP, nou, eigenlijk allemaal, die het gewoon echt op inzet hebben laten lopen. En daar mogen ze zich best voor schamen. Vertrouwen, passie, OV-like mentaliteit. Dit mag ons niet gebeuren. En dat mis ik binnen de ploeg. En dat reken ik mezelf aan. En ook de jongens die met mij het tenue dragen. Wij moeten trots zijn dat wij dit tenue mogen dragen. Elke dag, elke training, elke wedstrijd. En dan mag dit niet zo gebeuren. Waarom gebeurt het dan toch? Hoe kan dat? Heb je daar een enige verklaring voor? Gewoon tekort komen op dit moment. Ik zie een ploeg wat niet uitstraalt dat we PSV zijn. En dat mag niet. Dat mag niet in deze fase. We spreken zoveel dingen uit naar elkaar. Elke week vertrouwen in elkaar. Maar goed, het moet er wel uitkomen. Dan kom je eigenlijk wel uit bij mentaliteit. En dat is wel iets ongrijpbaars natuurlijk. Je kunt heel moeilijk een speler aanwijzen. Zeggen, jij bent mentaal. Heb jij het laten lopen? Maar ik vond wat Denzel Dumfries na afloop in de mixzone zei, vond ik eigenlijk wel heel gesprekend en heel erg sterk. Die keek behoorlijk kritisch in de spiegel. En die zei eigenlijk, ja, wat wij hier hebben laten zien vandaag is PSV onwaardig. Dit heeft niks met PSV voor een topclub speler te maken. Het heeft niks met de trots te maken die je mag verwachten bij het spelen voor een topclub. En hij zei van ja, we hebben de afgelopen weken roepen dan telkens mooie dingen naar Nederland. We moeten bij elkaar blijven. Maar daar was hij ook wel een beetje klaar mee. Dus ja, dat vond ik wel sterk. En Dumfries, ja, die laat het op het veld zien. Onverzettelijk. Volle bak geven. En dat deed hij naast het veld ook. En dat vond ik, nog wel een heel klein lichtpuntje. Ik denk als PSV zijnde dat jij wedstrijden moet winnen. Je bent verplicht naar de supporters, naar je achterban om wedstrijden te winnen. Alles eraan te doen en dat ontbreekt. Dus ja, zeg jij het maar. Ja. Ja, nou ja, wat moet je er anders van maken? Ze hebben nu 4 wedstrijden gespeeld, als je die van dienst meeneemt. En geen enkele gewonnen. 2 keer gelijk. Ja, als je bij een topclub zit die kampioen wil worden, die om de prijzen wil spelen, ja, dan mag je het wel een keer een crisis noemen. Je komt net uit de kleedkamer. Wat is er daar zojuist besproken allemaal? Het binnenkamer, maar het was duidelijk dat het niet ons niveau is. En dat is gezegd. En wat ik zeg, we zitten gewoon in een moeilijke fase en nu moeten we eruit komen. Er wordt ook weinig gescoord, vandaag in ieder geval wel 2 keer. Maar ja, dan komen we natuurlijk weer terug op het feit dat ze gewoon een aantal aanvallers missen. Ja, nou ja, daar komen we op terug. Maar ja, ik vind dat een te makkelijk excuus is. Want als je kijkt, er loopt iemand als Bruma. Ja, die heeft een hele zak met geld gekost. Er loopt iemand als Mitroglou, valt in de tweede helft in. Daar mag je gewoon veel meer van verwachten. Ja, die loopt erbij bijna als een hele oude man. Die maakt echt gewoon geen sterke indruk. En verder, je mag van PSV ook zonder Malen en Bergwijn verwachten dat ze Sparta onder druk kunnen zetten. Dat ze Sparta in de problemen kunnen brengen. En dat hebben ze in de tweede helft in kleine fases wel gedaan. Maar dat mag je vanaf het begin verwachten. Die lat mag veel hoger. Ook Jeroen Zoet maakt misschien niet de beste periode van zijn carrière door, hè? Nee, weer een tegengoal in de korte hoek. Ja. En de korte hoek is van de keeper. En dat was tegen AZ ook al zo. Dus het is geen puntenpakker op het moment. Ben je geschrokken van PSV? Nee, ik ben niet geschrokken. Want dan kan ik zeggen, ja, lig aan PSV. Maar vandaag aan de tegenstander. Ze hebben gewoon tegen een goede ploeg gespeeld vandaag. En als we niet scherp waren, hadden ze hier met 0-4 en 0-5 gewonnen. Zo simpel is het ook. Maar dat gebeurde niet. Denk je nu nog aan het kampioenschap? Ik geef nooit op, laat dat duidelijk zijn. Ik ben met iedereen eens dat wij nu op dit moment met onszelf bezig moeten zijn. Ik kijk niet naar de ranglijst.
Dat is op dit moment niet aan de orde. Wij moeten zoveel mogelijk focussen, zoveel mogelijk wedstrijden nu gaan winnen. Wij moeten dit omdraaien, maar wij moeten dat wel gaan doen. Nee, eigenlijk in het verlengde van wat Dumfries na afloop zei, heel erg kritisch in de spiegel gaan kijken. En ik denk dat de trainer daar ook naar zal gaan kijken. Die zei na afloop van, het kan altijd een keer minder. Je kunt altijd een keer een mindere dag hebben als voetballer, maar je moet wel alles geven. Je moet wel je duels winnen, je moet wel volle bak gaan. Ja, en als je er een aantal tussen hebt zitten die dat niet doen, ga daar maar eens een schifting in maken. En zorg dat er spelers staan, zorg dat er een team staat, of dat er andere spelers zijn, of dat die gemotiveerder raken, op welke manier dan ook. Die in elk geval het op kunnen brengen om qua inzet hetzelfde te brengen als een club als Sparta. Want daar begint het al mee. De achterstand op Ajax wordt nu wel heel erg groot, hè, met 8 punten. Ja, ik heb na afloop van Bommel gevraagd. Ik zeg van, hij zei het is veel. Hij zei het is niet te veel. Ik denk dat voorlopig moet je het gewoon uit je hoofd zetten. Zorgen dat je wedstrijden gaat winnen, dat eerst maar eens. En misschien dat als Ajax het punten gaat morsen, dat je in de loop van het seizoen nog een beetje bij in de buurt kunt kruipen. Maar ja, als je zo speelt, dan hoef je over een titel in Eindhoven niet te praten. Treurige constatering al, zo vroeg in het seizoen eigenlijk. Ja, dat is zeker waar. Ik bedoel, het is net november geworden. En als er geen hele rare dingen meer gebeuren, zijn de titelaspiraties van PSV gewoon verleden tijd. Hey, nu je toch aan het kijken bent, abonneer je direct op ons heerlijke voetbalkanaal. Bekijk ook de andere video's en voor nog meer expertise, check de link naar VI Pro.